avond. Ik ben lekker met Quint. We hebben de hele dag eigenlijk niks gedaan omdat we een beetje bij wilden komen. En we hebben net besloten om even naar buiten te gaan. En we komen naar buiten lopen. En het sneeuwt gewoon. Echt wat ik al zo lang wilde. Gewoon sneeuw in New York. Het is gewoon aan het sneeuwen. It finally happened. Show het in de vlog. Show it. Ja, ik denk niet dat je de vlog ziet, want het zijn echt minuscule vlokken. Maar goed, er is wel sneeuw. Dus we hebben sneeuw. En wij gaan nu iets heel leuks doen. Het is eindelijk tijd voor Build-A-Bear. Hij is gevuld hoor. Ja. En hij wordt dichtgenaaid, die van Quint. En Quint's stem zit erin. En die van mij en die van Quint. Ja. En om het echt een New York Build-A-Bears te maken, hebben we ook nog maar even New York outfitjes uitgekozen. Quint het appeltje en ik lekker in mijn eigen kleurenpalet. We hebben ze hoor. Onze Build-A-Bears. Nu kunnen we geen dag meer zonder aan elkaar te denken. Ja. Dat kunnen we elke dag logeren. Daar zitten we dan weer. Wat een leuke zaterdagavond. Zoet? Ja, dacht ik al. Wat een lekkere zaterdagavondactiviteit om 8:15 s'avonds bij de Shake Shack. Nog even gewoon genieten nu het nog kan. Wij zijn onderweg naar Krispy Kreme op Times Square. En dat betekent dat dit waarschijnlijk mijn laatste keer Times Square is voor nu. Het is nu echt heel raar dat bij alles wat je nu doet, dat je echt denkt, oh ja, dit is waarschijnlijk voor nu de laatste keer. Ja. Welke zoor, de Krispy Kreme donuts. Het is koud. We hebben ze even meegenomen naar bij Rockefeller. Om op deze bank te zitten. Maar het is zo koud. Ja, is ook niet gek, want het sneeuwt straks ook. Hier niet. Maar wel lekker donuts. Het is vandaag zondag en ik ben onderweg naar Soho. Ik ga er namelijk even ontbijten met Quint. En daarna ga ik iets heel spannends doen. Ik ga namelijk vandaag mijn allereerste tatoeage laten zetten. Eentje die symbool staat voor New York en voor mijn tijd hier. Dus ik heb die afspraak om 1 uur ook in Soho. Dus ik ben zo benieuwd. Ik moet zeggen, ik ben echt heel erg bang voor naalden. Nu is dit niet natuurlijk helemaal een naald die echt in je gaat, dus het is wel wat anders. Maar ik ben er wel een beetje sceptisch over, dat ik denk, ik moet nog even zien hoe eng ik het straks vind. Ik ben weer lekker met de Quint en we zitten bij Felix Roosting om even te ontbijten, broodje en een koffietje of matcha. En blijkbaar gaan ze vandaag dicht. Dus we zijn nog net op tijd. We zijn onderweg hoor, naar de tattoo shop. Doodeng. Maar we gaan het zien. Het is echt heel koud. Maar de zon schijnt wel. De lucht is blauw. En ik komen ook zo. Daar gaat ze hoor, de meid. Zij zit erop. Het is gebeurd. Echt heel mooi. Ja, ik ben er echt heel blij mee. En het deed echt totaal geen pijn. Dus de zenuwen waren echt nergens voor nodig. Ik voelde er echt amper wat van. Het voelde, nou ja, ik denk nog bijna dat iemand met een veertje over mijn enkel aan het gaan was. Dus vanaf nu door het leven met een tattoo. Helemaal blij mee. We zijn nu even koffie aan het drinken om het vieren. Cheers. Nee. Ik heb me even omgekleed en ook een beetje opgemaakt. En ik zit nu in de taxi onderweg naar Nobu. En wat heel leuk is, ik heb mijn nieuwe schoenen aan. Je ziet het denk ik niet. Dit zijn deze. Ik zit lekker bij Nobu met Riley en Riley haar vriendinnen. We zijn dus nog even bij de plaza geweest om nog wat te drinken. En dit is dus de eerste keer dat ik hier binnen ben. Maar echt zo mooi. Toch leuk om dat in de laatste week nog even mee te pakken. Het is vandaag maandag. Ja, maandag. En het is en Martin Luther King Day. Ja. Dus Quint heeft een vrije dag. Dus dat is mooi, dat hebben we nog een extra volle dag samen in mijn laatste week. En daarom beginnen we de dag maar goed. Met pizza. Maar het is ook al wel gewoon 1 uur 's middags. Ja. En het is Blue Monday. Maar het is niet zo blue. Ja, dat lukt wel blue. Quint's sjaal ook. Gaat zo hoor. We hebben nog even lekker koffietje gehaald. En we zijn nu onderweg naar Koppenheim.
Als we waar we geen tickets voor hebben, want dat lukte niet. Had 6 afschrijvingen. Ik had 6 afschrijvingen. Ik was helemaal in paniek. Ik dacht, ik heb nu gewoon tickets voor de rest van mijn leven. Maar gelukkig hebben we ze allemaal teruggekregen uiteindelijk. Maar ja. Dus we gaan het even proberen. En anders zien we het wel weer, dan vermaken we ons ook wel. Ja. Het is dus toch gelukt om nog kaartjes te krijgen voor het Guggenheim. Dus we zijn nu binnen. En we zijn hier even wat kunst aan het bekijken. Want wat doe je anders in een museum? Maar deze kunstenaar heeft dus hier verschillende schilderijen hangen. Verschillende kunstwerken. Schilderij zou ik het niet noemen. Waaronder dit. Wij vinden dus dat dit een beetje is zoals Quince is. En wel wat glitters. Maar wel een beetje een mes. En dan heb je dit. Dit symboliseert mij meer. Nog steeds wel een mes. Een organized mes. Of wel een organized mes. We zijn inmiddels aangekomen op de hoogste etage. We zijn helemaal van daar beneden naar boven gelopen. Wij zijn even eten aan het halen bij de CD. Want we hebben een kweebodem nodig. Wij gaan zo meteen naar een karaoke. Doe wat hè op je maandag. Karaoke. Staat hier ook een hele voor. Nou, we zijn dus in de karaoke room. En we hebben Sex on the Beach. Cheers! Cheers, mate! Uptown world, she's getting tired of her high-class toys. And all her presents from her uptown boys. She's got a choice. Oh, you got me feeling like a child now. Cause every time I see your bubbly face. And you make me smile, please stay for a while now. Just take your time. Thank you for coming to my show. Wij hebben net even de longen uit ons lijf gezongen bij karaoke. En we zijn nu even in Soho om nog een koekje te gaan eten. Bij Legeen. Het stond al de hele tijd op mijn lijstje en ik heb het nog steeds niet gehad. Dus dit is het moment dat het toch nog even gaat gebeuren. Normaal staat hier echt een lange rij, toch? Oh, de deur is best zwaar hoor. Daar gaat ze. Quince is gegaan voor de double chocolate peanut butter. Ik ben gegaan voor de double chocolate chip. Hij is warm. Oh, hij is ook heel squishy. Zo ziet het eruit. Het is vandaag dinsdag. Ik heb de hele dag gewerkt vandaag. En ik ben nu onderweg naar Carrie om daar eventjes te gaan eten. En dan is het nog 3 nachtjes totdat ik naar Nederland ga. Volgens mij ben ik alleen maar een soort van aan het aftellen in deze vlog. Maar ja, het is natuurlijk ook mijn laatste New York vlog voor nu. Dus het voelt ook allemaal een beetje raar. Ik ben ook echt een beetje de dagen kwijt, moet ik zeggen. Maar ja, wel nog aan het genieten. Ik ben inmiddels lekker bij Carrie. Her last day! Ja, I know. Maar we zijn lekker Chinees aan het eten weer. Het is vandaag woensdag. Ik ben aan het werken weer. En ik ben nu eventjes buiten om een koffietje te halen en een pizza puntje. Want daar had ik zin in voor lunch. Dus dat ga ik nu even doen. Ik heb net mijn haar gewassen, dus dat is nog een beetje nat. En het zonnetje schijnt weer lekker. Ik ben op dit moment even onderweg naar de huisarts. Want ik heb een rekening daar die ik nog even moet betalen voordat ik naar huis ga. Dus dat ga ik nu even doen. En daarna ga ik even naar Sephora om te kijken of ze van die zakjes hebben voor vloeistof in te doen voor het vliegtuig. Want volgens mij hebben ze daar dus van die herbruikbare zakjes. Maar mij scheuren die dingen dus altijd. Het zal vast iets te maken hebben met het feit dat ik ze te vol doe. Maar ik dacht, ik ga dus even kijken of ze die daar hebben nu. Dan neem ik die mee. En dan naar huis op Quince wachten. Nog een beetje werken. Ja. Dat was eigenlijk niet zo heel veel boeiend vandaag. Het is vandaag donderdag. En ik zit nu bij een restaurantje op Riley te wachten. Want die is jarig vandaag. Dus we gaan even lekker lunchen voor haar verjaardag. En als het goed is, is haar moeder er dus uit Florida. En komt die ook even gezellig mee. Superleuk. Vandaag mijn laatste dag. Het is inmiddels wat later en ik loop wederom in de regen. Maar ik ben nu onderweg naar Bobo voor mijn afscheidsbroodje. En ik voel me er heel dubbel bij. Ik heb de Quince net ook al. Ik heb echt al de hele dag een soort van zenuwachtig gevoel. Ik heb ook de hele tijd best wel gewoon een beetje hoge hartslag uit het niets. Maar ik denk gewoon omdat het heel raar is. Het is opeens heel officieel om nu afscheid te gaan nemen. En
weet niet, ik voel nu toch echt wel echt van, oh ja, het is klaar. Dit is het einde. Ik ga morgen naar huis. Dus er zullen wat tranen vallen vanavond. Maar ook wel heel veel zin om iedereen nog even te zien. Dus het wordt sowieso heel leuk. En hier zijn van Hoosters. En iedereen is er ondertussen. Zo gezellig. Dat zien we ook eigenlijk in. Are you still practicing on her Dutch? Riley's here, Leon is here. Thijs en Ilse zijn er. Carlotta is er. First oyster. Just take it. Okay. Yeah, it's hard. That's good. I know, right? First one? No. Yeah, first one. Oh my god, they're so disgusting. Oh. Het is vrijdag en dat betekent dat vandaag de dag is dat ik New York ga verlaten. Hey, what the fuck? I did not see you. Welkom bij de laatste dag in deze vlog. Alleen maar kruiden. Nou, de tranen zijn weer even gedroogd. En we zitten nu even bij Joe om een broodje te eten. Ik heb weer lekker mijn favoriete sapje. Met een van die tags gehaald voor aan koffers. En dan stap ik weer. Nou jongens, alles is gepakt. Dit gaat mee naar Queens. En de kamer is leeg weer. Ik heb het echt even veel moeilijker mee dan ik had verwacht. Maar goed. Gelukkig is Quinter. Oh. Ik wist dat ook mee naar het vliegveld. Ja. Maar het is gewoon raar om die kamer weer leeg te zien. En het voelt echt als de dag van gisteren dat ik hier aankwam. En dan zie je het nu weer zo. Dan denk je echt, ja. Dit was het. Nog één keer genieten van het uitzicht van mijn gebouw tegenover. Mijn denner in de uitzicht. Nu is het weer leeg. Tijd voor de volgende om in New York te gaan wonen. De koffers zijn ingecheckt. En nu is het moeilijkste moment aangekomen. Ik zit inmiddels achter de douane. En ik kon gewoon echt niet stoppen met huilen. Ik ben ook zo lelijk als geil. Dus sorry voor deze content, maar... Het is zo dubbel. Enerzijds wil je gewoon echt weer graag naar huis. En in Nederland zijn en iedereen daar om je heen hebben. En iedereen weer zien, maar... Dit afsluiten en hier weggaan is zo moeilijk. Gewoon met zoveel lieve mensen mee. En iedereen een keer heb ontmoet. En te denken dat er een eind komt aan de droom die je al zo lang hebt gehad, is gewoon zo raar. Ik ben echt bang dat ik tot aan Amsterdam ga huilen. En nog waarschijnlijk daarna, omdat ik iedereen weer ga zien. En vandaag ook echt nog niks gegeten, want ik ben echt zo misselijk hoor. Ik krijg ook echt geen hap door mijn keel. Verrassing van de dag. Lin en Pien op Schiphol. En Peter ook. Helemaal niet. Ik wilde net mijn vlog gaan editen. En toen bedacht ik mezelf dat ik deze vlog nog niet heb afgesloten. En dat was ik eigenlijk een beetje vergeten. Omdat ik sinds zaterdag ook niet meer heb gevlogd. Ik wist nog niet zo heel goed wat ik met het vloggen wilde gaan doen. En ik heb nu toch besloten dat ik door wil met het vloggen. Maar deze week gewoon even niks gefilmd.
Ik heb deze week lekker bij mijn ouders gezeten, een beetje gewerkt, een beetje bijgekomen. Ik moet zeggen dat het heel erg wennen is om weer in Nederland te zijn. Maar vanaf aanstaande zaterdag ga ik weer beginnen met vloggen. En ga ik door als Chill in the City in Amsterdam. Want zaterdag verhuis ik terug naar Amsterdam. En ik heb de afgelopen maanden gemerkt dat ik het heel leuk vind om mijn leven vast te leggen. Mijn leven te delen met anderen. Maar dat ik er vooral ook heel veel plezier uit haal om dingetjes terug te kijken. En dat het gewoon hele leuke herinneringen zijn. Dus vandaar dat ik die keuze heb gemaakt. Volgende week dus geen vlog, want ik heb deze week niks gefilmd. Maar wel nog deze laatste vlog die je net hebt gekeken van mijn laatste week in New York. En vanaf de week daarna, dus niet volgende week, maar de week erop, weer een vlog vanuit Amsterdam. Wat ik nog wil zeggen is heel erg bedankt voor het kijken naar de video's van New York. Ik heb er enorm van genoten. Het is nogmaals nog steeds heel erg wennen voor mij om weer terug te zijn. Ik mis het heel erg. Ik mis iedereen daar heel erg. En ik heb nog best wel wat moeite om ook filmpjes terug te kijken, foto's terug te kijken. Dus ik ben echt nog even aan het acclimatiseren. Maar dat heeft ook gewoon wat tijd nodig natuurlijk. Maar in ieder geval heel erg bedankt voor het volgen van mijn New York avontuur. En ik zou het super leuk vinden als je ook gezellig mee gaat kijken naar mijn tijd in Amsterdam. Dus hopelijk tot over 2 weken. Doei doei!